Het is zover. De Heideweek 2013 is vrijdagavond officieel van start gegaan. En dat gebeurde met een grootse openingsavond op het Marktplein in Ede. Wat carnaval is voor Brabant, is de Heideweek voor Ede en omgeving. En ik denk dat het tijd geworden is voor het officiële openingsmoment. I got nothing to live for. Na de eerste optredens was het woord aan de burgemeester en de heidehoogheden. Kaluna de 57ste, Erika de 38ste. Het gaat nu beginnen. Jullie hebben een paar maanden mogen oefenen. We zijn een aantal keren op pad geweest. Maar de sleutel gaat nu in jullie handen. En dat betekent dat ik nu een onderdaan ben van de heidekoningin en de heideprinses. Dat doe ik graag. Wij zullen elkaar veel treffen. Jullie staan er stralend bij en ik hoop ook dat dat volgende week ook nog het geval is. Maak er iets moois van en ik heb alle vertrouwen in dat jullie er een prachtige heideweek gaan maken. Dames en heren, een applaus voor de heidekoningin en de heideprinses. En de sleutel is voor jou. Dank u wel, burgemeester. We zullen hem goed bewaren. Hij is goed zwaar trouwens ook. Dus we gaan hem niet de hele avond bij ons dragen. Hele goede avond allemaal. Welkom bij de praktische openingsavond. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Echt een hoop mensen. De openingsavond vindt nu al voor de tweede keer plaats, hier op Marktplein. En er belooft weer een enorm feest te worden. Het afgelopen jaar hebben wij samen zo ontzettend veel mooie activiteiten mogen meemaken. De aankomende week mogen wij dan samen de scepter gaan zwaaien over de gemeente Ede. En daar willen wij samen met jullie een heel groot feest van gaan maken. De toespraak van de heidehoogheden liep gesmeerd. Ja, in het begin kwam misschien een klein opstart probleempje, maar daarna ging wel de trein. Dus, was het veel? Nou, we hadden een soort van speakbriefje gemaakt dat als we de draad kwijt zouden raken, we het weer op konden pakken. Maar niet nodig gehad, dus het ging echt heerlijk. De toespraak van de heidehoogheden was wel korter dit jaar dan andere jaren. Ze hebben even aangegeven wat het programma van de rest van de week is en waar ze aanwezig zijn. En dat deden ze zo vlot en zo voor de vuist weg. Daar was ik heel erg trots op en dat past ook wel een beetje op de Heideweek Nieuwe Stijl, althans de opening. En dat is niet het enige wat er veranderd is. Burgemeester Van de Knaap kan zien dat er een hoop geleerd is van vorig jaar. Ik merk het ook al bij de opbouw van het hele gebeuren hier op de markt. Het gaat allemaal veel soepeler als dat het vorig jaar ging. Dus ze zijn een beetje op elkaar ingespeeld. En ook als je ziet hoe nou het podium op de markt wordt gebruikt de komende tijd. En met name dinsdag wordt natuurlijk een geweldig programma met alle toppers van Nederland. Ja, dan denk ik dat Ede heel trots mag zijn dat die Heideweek is geëvolueerd naar iets wat het nu is. Nieuw ook was dat de openingsavond in het teken stond van de Edese top 40. De artiesten zongen allemaal een door de Edenaren gekozen nummer uit de top 40. Leonie Meijer heeft een nummer uit de top 40 tegen horen gebracht. Het eerste nummer, Rolling in the Deep, van Adele, die was uitgekozen door de bevolking van Ede. Dus ja, dat vond ik te gek. Ede is voor Leonie geen onbekend terrein. Het is al de tweede keer dat ik hier mag staan. En vorige keer was in het openluchttheater. En ik vind het gewoon heerlijk om weer naar Ede terug te komen. Dus ik vond het ook vanavond weer helemaal te gek. Het publiek is door Leonie Meijer lekker opgewarmd en staat nu al te swingen. Geweldig, leuk. Ja, echt meezingen, dat is mijn hobby. Top. Alleen weinig bier. Alleen maar gezelligheid. Ben je met vrienden, vriendinnen, familie? Mijn zus en mijn dochter. Ik ben met mijn zus en mijn dochter. En die willen niet op de camera. Nee, die zijn weggerend. Ja, kunnen leuk, doen. Gezellig. Leuk sfeertje. Ja, vrijdagavond hier. Barbecue, en met wie bent u hier vanavond? Gezellig. Kippetje, draaien. Allemaal. Dankzij de volgende artiest kunnen we zeggen... Dat zijn er best veel, hè? ...nationaal programma geniet ervan. Waren niet dat, nadat hij geboren was. Dean Saunders was blij met het publiek wat er op de openingsavond was afgekomen. Heel leuk publiek, ja. Gewoon, ze deden leuk mee en eigenlijk geen nadigheid, gewoon alleen maar gezellige mensen. Ook hij heeft de nummer uit de top 40 tegen horen gebracht. Ah, ik vond het wel cool, want ik kreeg te horen dat ik Sex on Fire moest zingen. Maar eigenlijk zing ik die al bijna altijd, Sex met die kale dan. Dus ik zeg goed, ik wil Sex on Fire best zingen,
maar ik maakte wel seks met die kale van. Dien had zelf nog nooit gehoord van de Heideweek. Nee, eigenlijk wist ik helemaal niks van de Heideweek. Maar heel veel mensen, ik merk dat er op Twitter en op Facebook er heel erg leeft. En ik kreeg zelfs gisteren van een nieuw ratenband, kreeg een sms'je van jongen, ik zie overal die lelijke kop van jou, jongen. Ik hoor dat je gaat zingen bij de Heideweek. Dus ik merk wel dat het heel erg leeft hier in de omgeving. Thomas Berger vond het een feest om op de Heideweek op te treden. Ik heb deze week een paar optredens gehad, en ook met veel publiek, maar dit was toch echt wel het beste publiek van deze week. Ik vond het echt gek, dat was echt gaaf. Ede is nog niet van Thomas af. Kijk, ik heb hier ook een keer een instore gedaan. En toen stond Saturn was dat volgens mij, en die stond vol. Weet je, dus ik denk dat ik hier binnenkort misschien wel wat voor mezelf ga doen. Een keer een concert of zo. Ja, dat lijkt me leuk. Als er een biertje in zit, toch wel een wijntje. Even allemaal die handen van. Zowel rechts als links. En ook de mensen op. Na het optreden van Thomas Berger stroomde de markt langzaam leeg en maakte Ede zich op voor de tweede dag van de Heideweek.